Palmyra, right next to the nation's capital. In 2022, Almira will host the Floriade, an international horticultural expo focusing on the cities of the future. With continued urbanization, we look for new ways to keep our cities balanced, healthy, and attractive. Growing green cities. After the expo, the area will be developed into a new city district based on green city principles. Nou, we staan hier in de Wilde Wildertuin. Wilde Wildestad moet ik eigenlijk zeggen. De inzending van de vakvereniging Wilde Wilde voor de Floriade in Almere. Het thema van de Floriade is Growing Green Cities. En we hebben dus eigenlijk een virtuele stad gebouwd op een ecologische manier. Ik moet heel even opzij voor de kruiwagen. Het passeert, want er wordt nog heel erg druk aangewerkt. We zitten hier tegenover het stadscentrum van Almere. En we hebben aan deze kant eigenlijk bijna een pleinvormige tuin ontworpen. Als een soort arena met een grote stadsmuur er rondomheen van stammen gecombineerd met tweedehands rioolbuizen en dat soort dingen die echt bij een stad horen. En de tuin is eigenlijk een beetje opgebouwd als een soort arena die uitkijkt over het weerwater richting de stad Almere. Nou, de tuin zit echt helemaal bomvol met allerlei ideeën over hoe dat je op een ecologische manier in de stad het groen zou kunnen integreren. Zowel de stadsmuur is als een soort faunawand ontworpen met heel veel nestgelegenheid voor insecten, voor vogels, voor kleine zoogdieren. De planten die we hebben toegepast is een mix eigenlijk van inheemse planten, wilde planten. Met gecultiveerde planten die je ook in de stad natuurlijk terugziet en die een hele grote bijdrage kunnen leveren aan de voedselvoorziening voor allerlei insecten in de stad. We hebben de stad eigenlijk compleet opgebouwd uit tweedehands materialen. Dus alles wat we hier zien is zo'n beetje hergebruikt. Dat doen we bewust om te laten zien van goh, laten we niet alles gelijk weggooien, maar laten we ook kijken hoe dat we dingen kunnen hergebruiken en kunnen herbestemmen. En er weer op een creatieve, originele manier nieuwe vormen mee bedenken. We hebben het in deze tuin over water. Water is natuurlijk een van de grote problemen waar we met de huidige klimaatverandering best wel rekening mee moeten houden in de stad. Dat betekent dat het water wat vandaag komt, dat we dat niet gewoon via het riool willen afvoeren, maar dat we dat ook kunnen benutten om het leven in de stad te vergroten. Dus we hebben een voedselbank aan die kant met watergeefsysteem, waar dat we groenten en allerlei kruiden kunnen verbouwen die de stadsbewoner zou kunnen eten. Vervolgens loopt dat water in een gootje via een wateropvangsysteem langs de verharding en komt uiteindelijk in de poel van het leven in het midden van de tuin terecht. De leden komen uit heel land, dus materiaal komt ook links en rechts, wat meer uit de buurt, uit het land, wie wat voor handen had. Hij zei die tegels die hier rechtop instort, in die spiraal, hij dacht, Almere is een jaren 70 week, er komt vast wel heel veel tegels, 40, 60, omdat die in die tijd gebruikt werden, heel veel vrij, omdat die wat uit de mode bent, om die hier in de buurt te weg te plukken om hier, ja, om zo dicht mogelijk bij de bron weer te verwerken. Tegelwippen, ja, heb ik laatst iets van gehoord in Berkeland. Wanneer was dat? Begin van de week, vorige week? Tegelwip, tegeltje eruit, beplanting erin. Wordt veel aandacht aan geschonken, aan het groen. Dus. En dat willen we hier promoten. Willen we de mensen zien, laten zien, als het niet, ja, het mag geld kosten, als het niet altijd extreem veel geld hoeft te kosten. En met hergebruik ook een heel eind kunt komen. In het mooi maken van iets.
en in het uit het oogpunt van het klimaat. Niet als maar produceren, weggooien, produceren, weggooien, produceren. Maar daar ben ik een beetje mee bezig in onze maatschappij. Ouder de weg werpen. Ouder met elkaar een pruttel van maken. De beplanting moet je eigenlijk doen. Want dat geeft ons hem. De beplanting moet. Hè? Bomen, et cetera. Met het oog op de CO2, et cetera. Het klimaatverhaal. Ja, we hebben van allerlei plekken waar we zo gedurende de dag en de week zijn, hebben we zeilingen gehaald om deze muur te vergroenen. Want er zitten wel 1000 gaatjes hier in de muur die ervoor zorgen dat het een groene muur van de voedselbank wordt. Niet per se eetbaar allemaal, maar wel natuurlijk schuilgelegenheid, voeding voor plantjes, voor andere beestjes en dergelijke. Dit is geum, dit is een inheemse plant, ja. Robertskruid, ook wel wild. Eikvaren ook. Muurvaren, ja, ook wel. Brunel, ja, zijn dat speenkruid, ja. Ja, zijn veel inheemse en wilde planten, ja. De duikers in de stammenwand komt allemaal uit het oosten van het land. De gemeente Berkeland dus, in Oostzaan. Die rechthoekigen, die komt bij ons in de buurt van aan de waterleidingdijk, Koeweidendijk. Daar hebben ze nieuwe duikers in gemaakt en die onderen wielen er tussen nu geplukt en die stort hier nu in die wan. Putdeksels komt ook uit het oosten van het land. Die komt in Eibergen van de Kiefdeweg, waar ik die vond. Ik zei die mooi niet doen. Vleermuisverblijf, heel met de stichting Vleermuisdorp. Arie Konigo heeft mij met de hulp als vrijwilliger om een vleermuisverblijf te maken in een van die duikers. Dat komt dus bij ons uit de buurt. Floriade is een half uur, van 14 april tot half oktober. Het is eigenlijk de bedoeling dat dit wordt een woonweekje in de toekomst. Ja, alle exposanten aan die kant, dat wordt allemaal opgeruimd. Behalve de hoofdgebouwen. De Ereus Hogeschool zit er, zitten een paar dingen meer. Want het wordt een woonweek in de toekomst. Dus er zal een winkelcentrum komen, er zal dit komen. Maar onze tuin, die mag waarschijnlijk 10 jaar blijven zitten. Dat is de Govenhoed. Dus we hebben de maak wat, ja. En dan wordt het in het park opgenomen, hier, aan de rand van de wijk. Met uitzicht op de Almere-stad, op het centrum van Almere. Ja, ik denk dat het een hele fijne tuin is om zelf te komen beleven hier tijdens de Floriade dit seizoen. En dat er heel veel mogelijkheden zijn om zowel op hele grote schaal als op hele kleine schaal op een hele ecologische manier je eigen leefomgeving te verrijken. By this, the Floriade Expo 22 is opened.